Minister Robert Pennoy heeft het afgelopen jaar 7 leerkrachten ontslagen die zich hebben bezondigd aan sekslustige praktijken. Wanneer leerkrachten hun pedagogische kwaliteiten niet gebruiken, maar exhibitionisten en pornografen worden, zal er hard opgetreden worden tegen hen, zegt de onderwijsminister. De bewindsman sprak afgelopen donderdag bij de opening van het meldpunt voor kinderbescherming in Totnes Koroni. Justitieminister Jennifer van Dijk-Silos had aangegeven dat onderzoek heeft uitgewezen dat het merendeel van de leerlingen in Koroni die op school in trans raakten, seksueel misbruikt zijn. Pennoy zal daarom genadeloos en hard optreden wanneer leerkrachten hun leerlingen misbruiken. Je bent een opvoeder. Je gaat een kind opvoeden. Maar je gaat niet met een kind naar bed voor punten. En ik heb 3... Ik heb 3 mensen ontslagen, 56 jaar. En ik heb ook die schoolleider en die directeur opgehoepeld. Want je weet dat iets 13 jaar al zich voordoet op een school. En dan kom je me zeggen, je weet niet wat er gebeurde. Want je had een klimatologische storing. Ja, dan hoef je niet van deze witte man te houden. Maar je bent opvoeder op de eerste plaats. Je vormt een kind. En wat we ook onderschatten. Wanneer een 13-jarig kind, 14-jarig kind door een volwassene wordt misbruikt, dan praten we ook nog over pedofiel gedrag. En dat is een ziekelijke toestand. En uiteindelijk in de tijd van Hitler zouden deze mensen al in de gaskamer gaan. Minister Pennoy is ook niet te spreken over de slechte schoolresultaten van Koroni. Slechts 27% haalde de eindstreep. De bewindsman kan dit niet geloven omdat Koroni over de best gekwalificeerde onderwijskrachten beschikt. Hij beloofde een onderzoek te zullen instellen naar de oorzaak van de slechte prestaties van de leerlingen. Want ik kan niet begrijpen, ik ben 7 jaren directeur van scholen geweest. En ik heb geleerd, wanneer je als schoolleider en directeur strak bent, dan moet het resultaat uiteindelijk beter worden. Het heeft niks te maken met leermiddelen en hoeveel geld in dat instituut wordt gegooid. Het heeft ten eerste te maken met attitude. En als schoolleider moet je kunnen optreden. Je moet harde ballen hebben. En je moet geen popiopie komen spelen. Van koel en geit besparen. Ik heb een MAS gedraaid waar het percentage 6% was. En in 7 maanden tijd heb ik 80% gehaald. Wie die deugde opgedonderd eruit. En dat onderzoek gaat komen. Aldus onderwijsminister Robert Pennoy. Hij sprak donderdag de Totnes Koroni in verband met de opening van het meldpunt voor kindermisbruik. Het meldpunt staat aan de Guusje Oststraat.